Lieve mensen allemaal, welkom in deze overvolle Bethelkerk. Mensen ook welkom via de live verbinding met het kerkje aan de zee. We waren er net, nou en het kerkje was goed gevuld. En ze zeiden, de Bethelkerk zit dan wel vol, maar wij laten horen vanaf het kerkje aan de zee dat wij er ook zitten. Wij gaan meezingen, volop. Dus u moet vanavond toch wel uw best doen om het kerkje aan de zee weer te overstemmen. Maar we zijn blij dat u op deze manier toch verbonden bent met de Bethelkerk en dat u zo toch mee kan genieten van deze avond. Allemaal welkom bij de laatste avond van het zingen in de zomer 2014. En dan een speciaal welkom aan de bus uit Asperen, Nieuwe Dijk, Lopeke Kapel. Ze komen van het jaar voor de 15e keer. Met een bus vol. Dus daar zijn we heel blij mee. Vanmiddag al een geweldige afsluiting gehad van het middagprogramma. En wat is er al gezongen? We mochten stilstaan bij het 20-jarige kosterschap van Harm de Graaf. En Harm is al wat ouder, maar ook vanavond doet hij weer dienst. Hij is een kerkje. Vanaf 4 uur heeft Marco de Toom het orgel boven warm gedraaid. En hij is er klaar voor, of niet, Marco? Vanavond is hij met zijn registrant Gert-Jan. Ja, nu hier vanavond de slotavond. Het belooft wat te worden. Het werd al aangekondigd als een muzikaal feestje. Nou, en met de mannen van Solitaire Gloria in ons midden gaat dat zeker lukken. Mannen, welkom. En we zijn blij dat jullie er weer zijn. Maar toch beleeft u weer een primeur vanavond met Soli. Want we hebben namelijk een verrassing. Een van de leden van Soli is Nathanael Middelkoop. En Nathanael kan prachtig zingen. Maar let op, vanavond beleeft u een primeur. Want Willemijn is ook in ons midden. Ja, en die zit niet voor niks natuurlijk vanavond bij ons midden. Want ja, hoe die twee elkaar gevonden hebben, ik weet het niet. Maar vanavond gaan ze zingen. En dan vraagt u zich af natuurlijk, kunnen ze ook zingen? Nou, u gaat het meemaken. Ja, en achter de vleugel vanavond Johan Bredewoud. En toen we hem belden voor deze avond, zei hij, ik kun niet. Dus we belden nog een keer. Ik zeg, kun je nog niet een keer over nadenken? En 3 seconden later zei hij, ik ben er. Dus dat komt ook goed. Ja, en dan vanavond nog iets speciaals. Iets onmogelijks. 3 uur repeteren. Met verschillende mensen. Van noord tot zuid. Van oost tot west. Mensen die elkaar misschien nog nooit gezien hebben. En dat noemen zich het zingen in de zomer projectkoor. Nou, wat moet er nou komen van 3 uur repeteren? Nou, en zien ze er niet mooi uit, ze zitten niet voor in. We dachten aan het begin, nou als we 30 man hebben, nou dan zijn we blij. Laten het er 40 worden en dan aangesterkt met de mannen van Soli. Nou, er zijn er meer dan 100, dus we zijn heel blij. Ja, en als je dan zo'n projectkoor samenstelt, dan heb je altijd weer verrassingen. En een van die verrassingen is Alida Hoekstra. En op pagina 8 van uw liturgie ziet u de tekst Neem mijn leven. En daarvan de laatste regel van dat vers moet 2 keer gezongen worden. Nou, en Jaap Kramer is in ons midden. Hij zal beide koren dirigeren. En toen ik Jaap vanmorgen een appje stuurde van, heb je al kriebels? Toen zei hij, ik lag om 6:30 al wakker. Ik zat naar het plafond te staren. Maar ik heb er zin in. Nou, dan het thema vanavond. Ik weet, mijn leven ligt in Gods hand. We mochten deze zomer nadenken over de vraag, weet jij het al? En dan vanavond die vraag. Weet je het? En ik hoop dat u na vanavond kunt zeggen, ja, ik weet het, mijn leven ligt in Gods hand. Dominee van der Sloot zal ons hierin meenemen. Fijn dat je in ons midden bent. Nou, ik zou zeggen, genoeg gezegd, maar u gaat het allemaal beleven vanavond. Geniet maar van deze laatste zingen in de zomer. Maar niet zomaar.
Geniet dan maar van de gaven en de krachten die God aan mensen geeft. Dat mensen een instrument kunnen bespelen, dat mensen kunnen zingen en dat we zelf kunnen zingen. Dat gaan we ook doen, want we gaan samen zingen. Samen met Soli, Geest van God, ik bid u. Zullen we deze avond in de handen van de Heere God leggen, zullen we samen bidden. Vader in de hemel, u brengt ons bij elkaar. Op een gewone, door de weekse avond aan het einde van de zomer. Het is vanavond ook de avond, het einde van het zomerwerk. Dat we 8 weken lang in het kerkje aan de zee uw naam hebben grootgemaakt door middel van zang. Dat we uw lof mochten horen. Dat we een boodschap hebben meegekregen. En dat we 8 weken lang op de woensdagavond hier in deze prachtige kerk uw grootheid en uw goedheid hebben mogen zingen. We danken u dat u ons een stem heeft gegeven. En dat we die stem vanavond ook mogen gebruiken. Om uw naam groot te maken. We weten dat we dat niet uit eigen kracht, uit eigen verdiensten doen. Daarom bidden wij om de leiding van de Heilige Geest. Geef maar zo dat de mensen het mogen voelen, mogen merken, dat ze het mogen aanvaarden, dat de Heilige Geest met ons bezig is en dat hij ook waait vanavond door de banken heen. Geef ons zomaar een rijke zangavond. Vader, we danken u ook voor het thema vanavond. Dat we mogen weten dat ons leven ligt in uw hand. Dat we afhankelijk zijn van u.
Heren. Maar dan hebben we ook onze vragen, onze moeite, ons verdriet. De laatste 3 weken hebben er 18 families uit ons dorp om een geopend graf moeten staan. Afscheid moeten nemen van een geliefde. Jonge, kleine mensjes. Pasgeboren mensjes. Hele jonge mensen, 12 jaar. Vandaag een jongen van 17 jaar. Mensen in de kracht van hun leven. Ouderen, heren, dat geeft ons verdriet. En misschien zijn er wel mensen onder ons vanavond hier die moeten leven met die lege plek. En om te moeten leven met zo'n lege plek, dat valt niet mee. Heere God, wilt u daar maar zijn. Bij die mensen die dat ze nodig hebben. Heere, wilt u maar zijn bij de zieken. De ernstig zieken. De ongeneeslijk zieken. Speciaal vanavond bidden we voor dominee Van Hout. Naar de mens gesproken, ongeneeslijk ziek. Heren, we brengen hem en zijn gezin in uw hand. Heren, u kent ons. U weet wat er in ons speelt. U kent onze gedachten. Heren, wilt u bij ons allen zijn? U strekt uw handen naar ons uit. Dan mogen we weten dat u ons beschermt onder uw vleugels. U houdt ons vast in de holte van uw sterke hand. Maar we mogen weten, merken, ons leven ligt in uw handen. Want daar is het veilig. Ik wens u allemaal een fijne avond en we gaan samen zingen. Vader, u loven wij.